Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Momenteel weinig wolken eigenlijk boven een heel groot gebied van West-Europa. Op sommige plaatsen komen nog wel wat mistgebieden voor, zoals bijvoorbeeld boven het kanaal voor de Franse kust. Mogelijk dat onze westkust er later vanmiddag mee te maken krijgt, maar eigenlijk verwacht ik wel dat het op de meeste plaatsen gewoon zonnig blijft. Als ik alles in beweging zet, dan is goed te zien dat er wel wat bewolking zit. Dat zijn vooral sluierwolken. En vandaag zal het eigenlijk verder gewoon op de meeste plaatsen droog blijven. Want vanochtend op veel plaatsen, dus gewoon al de zon, ook wat sluierwolken. De temperatuur nog wel wat aan de koele kant, met zo'n 6 tot 8 graden. Maar vanmiddag dan wordt het prachtig lenteweer. Met in het zuidoosten de hoogste temperaturen, 17 of misschien lokaal wel 18 graden. En daarmee wordt het dan de warmste dag van dit jaar tot nu toe. En daarbij waait ook slechts een zwakke wind. Aan zee, daar is het risico op wat lage bewolking of grijzigheid het grootst. Met name in het noordwesten van het land. En op de wadden kan het later vanmiddag misschien wel wat bewolkt of grijs gaan worden. Dan zal ook de temperatuur wat dalen. Maar daarvoor loopt de temperatuur ook gewoon op naar een graad of 15. Vanavond neemt dan vanuit het noordwesten de bewolking wat verder toe. De wind begint ook naar het westen te draaien en iets in kracht toe te nemen. Maar de temperatuur ligt in het begin van de avond alsnog rond een graad of 10 en zal eigenlijk ook vannacht niet heel veel meer dalen. Want door die bewolking komt de temperatuur niet verder dan een graad of een 7. En de wind die is dan overal inmiddels al naar west en toe, met name aan zee toegenomen tot vrij krachtig. Morgen is het dan wisselend bewolkt met in de ochtend soms wat lichte regen of motregen. Smiddags zijn er zonnige perioden en is het ook op veel plaatsen droog. Maar in de avond volgt dan een nieuw gebied met regen... En dan zal uiteindelijk het heel wat land met wat intensievere regenval te maken gaan krijgen. De temperatuur doet een flinke stap terug. Vandaag nog 15 tot lokaal 18 graden. Morgen houden we daar slechts een graad of 8 of tot 10 van over. Ook de komende dagen zien er niet zo heel rooskleurig uit. Het is vaak bewolkt en vooral op zaterdag valt dus er nu en dan regen. De temperatuur die wint weliswaar weer een paar graden. Maar zonder die zonneschijn en wat meer wind uit het westen, doen we toch een hele stap terug. Na het weekend dan is er wat herstel in het weerbeeld. De temperatuur blijft er zo rond de 11, 12 graden zitten. De zon zien we wat vaker, maar er valt ook af en toe een enkele bui. Ook op de langere termijn zien we dat de temperatuur nog wat lager blijft dan bijvoorbeeld vandaag. Maar de dagelijkse gang neemt er wel toe. Met name vanaf halverwege volgende week zien we dat de nachten vooral weer wat koeler worden. En dat ook overdag de temperaturen misschien weer op kunnen lopen naar een graad of 15. Mijn naam is Wilfried Jansen van Weerplaza.nl